Hey jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag ik jullie wat Call of the Ghost gameplay. En vandaag is het met de Chainsaw op Cranked. En het is een enorm vette gameplay, vind ik zelf. En het komt dat komt omdat het een enorm snelle gameplay is. Ik maak heel veel kills in een korte tijd. En daardoor is de match ook enorm kort. En uh, ik had expres voor deze gameplay gekozen, want ik heb niet heel veel te vertellen. En uh, ik ben vandaag best wel laat, het is bijna nou, het is kwart over drie, half vier bijna. En uh, als ik deze video dus vandaag nog wel live wil zetten, mag ik er niet al te lange video maken. Dus het kwam eigenlijk perfect uit. In ieder geval, de gameplay is gewoon enorm vet, dus ik hoop dat jullie ervan zullen genieten. En uh, wat ik er vandaag over wil hebben is uh, over uh, de patch die vorige week is gekomen voor Call of the Ghost. En over die uh, Christmas camo. En uh, over beide zal ik zo meteen hebben. Ik zal beginnen met die patch, want vorige week is er een patch uitgekomen voor Call of the Ghost. En uh, ja, dat was eigenlijk gewoon een normale patch. Heel veel mensen dachten van, nou er zal wel gewoon wat bugs zijn gefixt. En bugs zijn dus gewoon wat kleine dingetjes die niet helemaal 100% kloppen. Gewoon uh, wat foutjes uh, gerepareerd. En dat is ook het grootste gedeelte van heel de update geweest. Dus als jullie echt alle um, kleine details willen weten van de update, dan moet je er even in de beschrijving kijken. Er staat een link in de Charlie Intel. Daar heb ik het uh, complete uh, uh, artikel staan. En daar kun je het gewoon nalezen. Dan kun je alle punten nalezen die er gepatcht zijn. Alleen de meeste dingen zijn dus niet zo boeiend. Maar er is één ding wat wel boeiend is. En dat heeft te maken met een wapen. En jullie kunnen waarschijnlijk al raden over welk wapen dit gaat. En het gaat over de MSBS. Want de MSBS is een uh, van de. Ja, meest overpowerde wapens, denk ik wel in uh, Call of the Ghost, en heel veel mensen klaagden erover. En uh, dat is eigenlijk altijd wel een beetje met wapens. die lijken al heel snel overpowered. En uh, ik moet toegeven, uh, hij was enorm sterk, want van dichtbij was eigenlijk altijd een one burst kill. En uh, het werd op zich ook wel tijd dat ze het ding gepatcht hebben. En uh, die hebben ze inderdaad ook gepatcht, en um, ze hebben best wel veel dingen veranderd. Zo hebben ze als eerste de range reduced, dus de, hij heeft uh, minder damage op range. En persoonlijk vond ik dat die MSBS eigenlijk al heel weinig damage had, hij had een enorme bullet drop dus dat vind ik eigenlijk een beetje nutteloos, want het wapen was alleen goed van heel dichtbij of van middelmatig afstand. was het altijd een one burst kill. en uh, verder rest hebben ze ook gedaan dat die um, niet lang een één burst zeg maar, van dichtbij killt als dus je op iemand zijn armen of op zijn benen schiet. en uh, meestal heb je dan dat je dan gewoon twee keer moet schieten van dichtbij. dus dat is op zich wel uh, belangrijk. en verder rest hebben ze de fire rate van de MSBS hebben ze uh, uh, reduced, dus hij schiet nou minder snel als eerst. en verder ze ook van alle burst fire attachments. dus als je ergens een burst fire attachment opzet zal hij ook niet meer zo snel schieten als hij uh, eerst deed? En dit zijn eigenlijk alle aanpassingen die gedaan zijn aan de MSBS. En uh, het is op zich wel grappig, want toevallig had ik er uh, vorige week met de maat van mij over. Ik speelde heel erg slecht. Ik denk, ik pak even de MSBS erbij, want dan speel ik eigenlijk altijd wel goed. En ik zou van, volgens mij is hij gepatcht, want ik merkte echt een enorm verschil. En uh, hij is blijkbaar dus ook echt gepatcht. Dus uh, ja, ik vond het wel grappig dat het mij op was gevallen. En dit is lelijk, maat. Die kerel die rent sneller dan ik. En ik Ja, uh, yeah, gaat maar dood. Ik dacht, het ging nice. Weet deze ik was bijna. Nuuuh, fuck my life. In ieder geval, de rest wil ik nog hebben over die Christmas Camo. Of uh, ik weet niet hoe die precies heet. Hij heeft volgens mij geen Christmas Camo, maar jullie snappen waar ik het over heb. In ieder geval, uh, die uh, is vandaag uitgekomen op de PlayStation 3 en PlayStation 4. En uh, ik heb van strak geprobeerd te kijken in de PlayStation Store. En uh, in de Nederlandse en in de Engelse store is die er nog niet. En uh, hij is er al wel in de Amerikaanse store. Ik heb hem gedowned in de dus Amerikaanse store. Ik kan hem alleen niet gebruiken op mijn uh, Nederlandse versie van de game. Dus ik heb er nog niks aan. Maar hij zou, volgen, of nee, hij zou morgen zou die uitkomen. En hij is dus eigenlijk al vandaag uitkomen Alleen ik kon hem net nog niet vinden in de Nederlandse store. Dus het kan zijn dat als deze video online staat, dat hij er al wel in staat. Dus ik zou zeggen, ga even kijken. En anders komt hij sowieso morgen. Want er, het was aangegeven dat hij morgen zou komen. Maar ja, in de uh, Amerikaanse store is hij dus al van vandaag. Dus het had kunnen zijn dat hij vandaag ook kwam. Dus uh, ik weet niet of dat straks misschien het geval is. Ik zou zeggen, ga eventjes kijken. En uh, in ieder geval, dat is alles wat ik het vandaag over wil hebben. In ieder geval, de gameplay zit er weer bijna op. En jullie zullen zien, ik zit nou in... Um... Weet ook weer, dit is de um, Pilot En hij is afgelopen, 26-1. En die 31 vond ik zo niet eerlijk, gewoon. Ik ren achter die kerel aan. Ik heb een maniac. Ik dacht de ding het hardste te van allemaal. Maar nee hoor, die kerel die redt mij er gewoon uit. Dus dat was best wel lelijk. Maar in ieder geval, uh, ik hoop dat je de gameplay leuk vond Het was kort, maar beter uh, iets dan niets natuurlijk. En als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer als jullie meer willen zien. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Tot de volgende keer, houden we. Yo jongens, ben ik weer. En nou heb ik weer voor jullie een nieuwe. Wat uh, was het ook weer? hunted uh, game match ding play. Weet ik hoe je het wel noemen. In ieder geval, het is gewoon back to back. Dezelfde dus lobby. Alleen een andere uh, map. En ja, er zal waarschijnlijk al iemand verliest zijn. Dat weet ik niet. Dan moet ik heel snel zijn. Heb ik iets? Oh, triple! Links zijn, maar ik ga toch via deze kant. Nope. Nog eentje. Nee, jij hebt mij niet. Oh, fuck. Hierboven. Ook niet. Ik moet nog één keer op de streaks. Dat is mijn taak. Geen langs mij. Ik zie dat ding kapot. Nee, ik moet dat. Ik wil dat ding kapot schieten. Ik krijg punten voor. Fuck yeah! Zo doen we dat. We gaan nou, meeten. Oké, okay, als ik nog even dat ding kapot krijg. Oh shit, enemies! Oh, streken! Is dat ding kapot of niet? Dat ding is kapot. Woe! Oh shit, man. Ik heb al mijn streaks. Holy fuck.